Hallo kijkers en welkom weer op een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Timmy Remers. En wel, we gaan dus de Q&A doen. Hoeveel mensen hebben al een ticket gekocht via jouw link voor de 66-lan? Juicy had die, ik kan dat niet volgen. Fred Croquet, de vrouwennaam die gebruikt was Valerie, dacht ik. Wie is ze? Wat doet ze? Wat houdt haar ze bezig? Ik ken geen Valerie. Alleen ken ik een Valerie, maar ik mag er een nickname niet meer van gebruiken. En ja, daarvan ken ik ze wel. Wie is ze? Zij is een... Ik heb haar het laatst nog ontmoet op 66-land. Maar waar ze mee bezig houdt, wat ze doet, dat weet ik niet. Fred Croquet opnieuw. De dikke dame, dat is een tongbreker. De dikke dame duwde de dunne dame de draaideur door. Doordat de dikke dame de dunne dame de draaideur door duwde, duwde de dunne dame de dikke dame de draaideur door. Hé, kleine kerel, zei de kraaikras, moet jij niet naar de kleine krekelkleuterklas? Nee, zei Klaas van Krekel, vanmorgen las ik in de krant dat de kleine kleuter krekelklas is afgebrand. Oeh, dat is niet goed. Dan Fred Croquet opnieuw, want die heeft redelijk wat dingen gelost. Wie is Chuck Norris? Chuck Norris, die ken ik niet, dus die moet ik eens even gaan googlen. Chuck Norris is... Chuck Norris is een Amerikaan. Zie ik hier. Even kijken wat Wikipedia daarvan zegt. Een hele romslomp. Ik ga het jullie ook eens even de beeld deelnemen. Beeldscherm 2. Voilà, ziet. Dit is Chuck Norris. Dames en heren, zie Chuck Norris. Ziet dat is een hele tekst. Zoek het gewoon even op Google. En je ziet dat er redelijk wat tekst is. Dus ik ga dat allemaal niet lezen. Dus dat is gewoon iets te veel om te lezen. Dank u. Voilà, Sam. Weet jij dat je altijd dames en heren zegt in plaats van dames en heren? Ja. Dames en heren. Ja. Mag dat niet? Is de aarde plat? Zo niet. Welke vorm is het dan? En hoe hebben ze dit ontdekt? Ik denk via de NASA. Dus daar zit een ruimtestation in de ruimte. En ja, en die ziet dat de aarde gewoon bol is. Hè. Voilà, die is niet plat. Wie was de eerste man in de ruimte? Dat kun je ook op googelen. De eerste man in de ruimte was... elk jaar op 12 april wordt wereldwijd de Space Organization Yuri Night gevierd als Russes. Op april 12 had Gagarin aan boord van de Vostok 3KA, drie capsule van Vostok 1, de eerste mens in de ruimte en de eerste die er rondom de aarde maakte. Voilà, ça. Dan weten jullie dat ook weer al. Hoeveel kilo weegt de aarde? Dat weet ik dus totaal ook wel niet. Misschien dat Google het ook opnieuw weegt. Hier staat iets van 5.972 maal. Ik kan het dus niet berekenen. Ziet dat eens. Dat is een berekening waar ik dus totaal niks van af ken. Zoveel weegt de aarde. Voilà. Oei. Ik heb een lopen tegen neus. Oei, 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 oei. Oha. Ik hoop niet dat ik verstijfd ga worden. Oké. Wat zou je doen als dienstplicht herroepen wordt? Zou je vluchten of zou je gaan vechten zoals je doet in Counter-Strike? Ik zal mee vechten voor het land. Blablabla.
Wat was was voor het was was? Ik weet dat niet. Kan je alfabet achter ze voren zeggen? Nee, dat kan ik niet. Dan moet ik het echt voor me hebben liggen. Heb je 10 miljoen, wat zou jij dan doen? Dat ken ik van een liedje. 10 miljoen, wat zou jij wel doen? Een feestje bouwen of je geld opdoen? Ja, dat hè. Voilà. Om terug te komen op de greenscreen. Dat je makkelijk zelf maken. Hè? Beetje PVC, buizen, hout, frame en groen laken van de Action. Oké, merci voor de tip, Fred Coquette. Dan Steven Noppen heeft ook nog 15 vragen. Wat betekent het om homo te zijn? Ja, dat is gewoon uw karakter wat in uw lichaam zit. En die, ja, je kunt daar niet omheen. Hoe ontdek je dat je homo bent? Dat ontdek je na jaren. Dus hoe ouder dat je wordt, uw lichaam gaat dan zeggen van oké, ik voel me veel beter bij de meisjes. Of ik voel me veel beter bij de jongens. Wat zijn enkele uitdagingen waarmee je homoseksuele mensen te maken kunnen hebben? Dat bevraag ik niet. De seksuele vragen beantwoord ik genoeg niet. Wat zijn enkele belangrijke mijlpalen in de geschiedenis? Oké. That's it. Hoe kan je personen met lactose-intolerantie jouw macaroni eten? En dan naar jouw zomer meet and greet komen voor een ijsje? Want die hebben meestal een lactosepilletjes. Voilà. Dan gaan we door naar de Q&A op YouTube. Vlog 1726. Daar zijn 10 reacties op gekomen. Oei oei oei. Off topic. Ken je de Take the Creek uit op Grimby, Maasmechelen? Nee, die ken ik niet. Bij Force One, Timmy, vraag je als je huurwagen hebt, waarom stap je dan? Ja, voor naar de huurwagen te gaan natuurlijk. Die staat hier niet voor mijn deur. Doe niet maar sporten. Ik kijk je video's regelmatig. Je maakt goede vlogs. Ga zo door. Is het je hobby of je werk vloggen? Ik hoop daar ooit van een werk van te maken, maar ik blijf er liever op een hobby houden. Dan Bonnie Crusher met allemaal zo van die tekentjes. Ik kan daar ook een like op geven. Kopieer je haar onderbroeken in de Zeeman? Wie weet. E-mail. Bea zegt dat je meer zorg moet dragen voor uw auto, maar ze zit in uw auto wel te gebruiken als assenbak. Daar ga ik niet op in. Bea weer aan het zagen, net zoals gewoonlijk. Daar ga ik niet op in. Je gaat zoveel geld verliezen met die huurautomaat. Dat is mijn keuze. Robin, mooie thumbnail, man. Dankjewel. Dan zitten we aan vlog 1725. Poelis, de regenboogvlag aan de muur. Haha, je hoort erbij hoor. Ik zou alleen nog maar blauw haar nemen. Oké, zal ik eens doen. Boeber, iets waar je op kan schrijven met een A. Is een agenda of een anus? Met vriendelijke groeten, bedankt. Hahaha. Dus we gaan nog gauw die pimpelpet er nog bij pakken. Nee, dat ga ik niet meer doen. Omwille van, ik klim je in dit gesprek. Waarom geen vlog op kleine kamer? Kan ik nog wel eens doen. Alivator is de podcast via Discord. Ik zal de podcast doen via Discord. Voilà, Exo. Je gaat als eerste zijn. Jij zou beter ook even vaak antwoorden op Discord, gelijk dat jij antwoordt op Bea. Dan zou jij kanaal eens stijgen en abonnees. Oké, dan zal ik ook meer doen. Meer reageren op mijn Discord. En ik zal mijn eigen mensen moeten zorgen, dat klopt ook. Dan vlog 1724, daar zijn in totaal 4 reacties op gekomen. Adobe Photoshop, waterfiets. En ik wil geen mail sturen, maar ik wil wel meedoen in de podcast. E-mail aanmelden kun je ook via Discord. Dus even mee PM'en. Dan zitten we aan vlog 1723. Daar zijn 4 reacties op gekomen. Ben je de slimste? Je bent en blijft integraal een prutser. Oké, als jij dat denkt, dan is dat jouw dingen. Ben je bent weer aan het liegen. 2000 euro voor een frigobox te maken en uw gsm gewoon terug opzetten. Echt waar mensen, bij deze heeft Dimi het liegen nog niet verleerd. Ha 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 ha.
E-mail pro, viewbot, uw template is een leugen. Je maakt geen dagelijkse vlogs. Dat is ook weer waar. Secret, thumbnail niet mooi en al. Oké, dus die ga ik dus dan ook niet meer gebruiken. De vorige Q&A, daar zijn in totaal 8 reacties op gekomen. Shift happens. Timmy, leg mij eens uit waarom 1000 keer het moet horen dat je de Q&A moet opnemen met je webcam, zodat je jouw scherm kunt, ook kunt zien als iets bekijken. Oké, dus ik doe het nu wel. Shift happens. Voilà, ik doe het nu via mijn webcam, je hebt het ook gezien. Police pursuit, zou het niet een idee zijn om te stoppen met de video editor te gebruiken die zo lang erover doet? Oké, ik ga er ook een nieuwe editor ook. Ik ben er momenteel mee bezig. Ik ben nu met de editor, dus even eens kijken hoe die noemt. Movai of zoiets. Dus Movavi. Video Editor 24. Daar ga ik binnenkort mee aan de slag. Dan boterham vlogs. Als mensen meedoen aan uw podcast, betaal je dan hun vervoerskosten terug. Dat ben ik ook van plan. Boterham vlogs. Jij zegt niet meer liegen, maar je zit al 14 leugens dit jaar en het is nog maar 10 januari. Oké, geef me dan de 14 leugens. Wie is Sophie? Is dat een nieuwe vriendin waarmee je PR bedriegt? Nee. Wat een kut Q&A. 1/3 was bereidingsmanier van macaroni met hesp en kaas voorlezen. En dan nog eenmaal het 1/3 domme landfoto's tonen en niemand boeit. Prutser. Haha. Weet jij wat SOA is? Ja, ik weet wat SOA is. Dat is een seksueel ziekte. En dan nog 66LAN. Dus ja, over 66LAN. Dus www.zakotv.be. Daar vind je nog altijd de link van de 66LAN-party. Die gaat binnenkort door, dus ga naar www.psychotv.be en daar staat dan een postje van 66LAN. Kijk maar, dames en heren, hier. Dames en heren, ontdek de exclusieve kans om deel te nemen samen met PsychoTV Events. En daar staat dus dan een linkje daarop klikken. En dan de 20ste tickets, daar wordt dan een rad aangedraaid. En een van die 20 krijgt dan een tweede ticket die integraal mag weggegeven worden. Via PsychoTV. Wel, ik hoop dat jullie van genoten hebben van deze vlog. Vergeet geen duimpje omhoog te doen. Vergeet hieronder aan niet te abonneren op mijn kanaal. En vergeet ook niet op het belletje te drukken. Dan blijf je op de hoogte wanneer er een nieuwe vlog, video of een livestream is. Tot later.